Michiel, jullie komen eigenlijk aangeslagen uit de boot. Ja, klopt. We kwamen hier voor de winst. En we hadden gewoon geen goede race. En het valt dan tegen, valt zwaar. Want wat betekent dat, geen goede race? Wat ging er niet goed? Nou, het was gewoon niet zo strak. We gingen... de voorwedstrijd was veel strakker bijvoorbeeld. Vooral in het middendeel. En toen gingen we daar echt schuiven. En nu vooral de derde 500 schoven die andere twee ploegen. Die schoven van ons weg. Ja. En we wisten dat de Duitsers waren favoriet. Maar de Engelsen hadden natuurlijk in de voorwedstrijd te pakken. Dus dan ik had gewoon meer van verwacht. Okay. En ik denk de ploeg ook. Ja. Okay. Ja. Die Duitsers, is dat een doel op zich of gaat het gewoon om winnen? Ja, we willen gewoon winnen. We zijn bezig met leren winnen. En dat is een proces. Maar... Heb je nu het gevoel, het is net na de race, dat snap ik, maar heb je nu het gevoel dat je bepaalde dingen kunt aanwijzen van dat en dat moet volgende keer gewoon echt beter? Het kan gewoon strakker in de baan. En dat is gewoon technisch een deel. Wat we bijvoorbeeld in de voorwedstrijd echt wel beter deden, volgens mij. Daar moeten we aan werken. Ja. Waar gaan jullie dat werken nu doen? Zijn jullie de komende tijd op de hofbaan te vinden? We gaan nu... We hebben hier even na het EK even een paar dagen rust. Ja. En dan... In Nederland? In Nederland. En daarna pakken we het weer op en dan gaan we weer echt een flink duurblok pakken. Ja. Ik heb wel het idee dat we hier fysiek stonden, we hier goed. Ja. Dat zie je ook aan de skillploeg. Ja. Ploegen. Ja, en bij ons, technisch moet het gewoon een stapje beter. Ja. Goed, dankjewel.